hadden een badkamer. Die grote badkamer is eigenlijk meer een berghok geworden. Er stond tillift, poolstoelen, alles erop en eraan. En werd daardoor niet functioneel meer gebruikt. Dus ja, toen was het idee geboren eigenlijk. Om daar een wellnessbadkamer van te maken. Waar mensen zich lekker kunnen ontspannen. Kunnen tutteren, aan de kaptafel hun halen en hun nagels kunnen laten doen. En op die manier een stukje ontspanning te bieden. Was dat mooi? Ja. Ja. Bij mensen met een dementie die onrustig zijn of onrust in hun lijf hebben, kan het door de ontspanning ook weer wat meer rust geven, waardoor de onrust een beetje uit het lijf verdwijnt. En dat lukt niet bij iedereen, want bij sommigen is de onrust zo heftig dat dat niet werkt, maar bij heel veel mensen met een dementie werkt het wel. Het levert mij op dat de bewoners genieten en dat genieten wij zelf natuurlijk ook. Het is een prettige ruimte om zelf ook je handelingen uit te voeren. Dus door middel van te helpen met douchen, omdat je gewoon een grote ruimte hebt. En ja, het is een prettige snoezelruimte eigenlijk. Het was te realiseren nadat wel gesproken is natuurlijk met de zorg. Want ja, de zorg moet het uiteindelijk gaan doen. De een was meteen heel enthousiast en die had zoiets van, oh, wat gaan we doen? Gaan we proberen. De andere hadden zoiets, ja, maar ja, hoe moet ik dat nou weer in mijn werkplaatje passen? Wat ook heel logisch is, want het is gewoon drukte in de zorg. Ze maakten mee dat mensen op een ontspannen manier toch wel andere gesprekjes hadden. En daarnaast ook dat bewoners soms wat rustiger werden. En daardoor levert dat ook weer tijd op voor zorg. Ja, vind ik heerlijk. Ja. En lekker groot en lekker warm is die. We hebben wel een klein budget en zijn toen naar een woonwinkel gegaan. We hebben zelf de spullen gehaald. En qua beautymiddelen een groot deel gesponsord gekregen van een drogisterij. Dus ja, het heeft ons niet veel gekost, alleen een klein beetje inzet. Het is zeker een aanrader. Met kleine dingetjes, kleine middelen kan je heel veel bereiken.